mag u feliciteren. Oh, waarmee? U heeft de inzending gewonnen op de Facebookpagina van Schiphol. Oh, wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En we hebben het spandoek. En die mag u uitrollen. Oké. Okay. Wil je meehelpen? Ja. Gaan we even uitrollen. Kom maar. Hou maar goed vast. Zo, kijk eens eventjes. Thuiskomen voelt als lekker andijvie eten en een bal gehakt. Heerlijk. Hebben jullie soms trek in een bakje koffie? Heerlijk. Oké, kom even gezellig binnen dan. Kom maar. Zo. Nou, in het buitenland eet je heel veel pizza, spaghetti, dat soort dingen. Want we gaan meestal naar Spanje. Dan vinden we het altijd lekker om dan als we thuiskomen om andijvie met een balletje gehakt te eten. Dus zodoende heb ik dat eigenlijk geschreven. Dat kwam eigenlijk als eerste bij me op. En u zag de vraag met, voor een slogan op een spandoek. En wat dacht u? Ik denk, daar ga ik al mee doen. Maar niet wetende dat ik daar een prijs mee zou winnen. Ik doe wel meer aan de prijsvraagjes mee. Maar ik heb nog nooit eigenlijk wat gewonnen. U zit op Facebook. Dat is best wel modern. Hoe komt u daarbij? Ja, ik heb een zus in Canada wonen en een broer. En zodoende ben ik op Facebook. En daar krijg je dan ook weer andere sites van leuke bedrijven en zo. En zodoende ben ik ook bij Schiphol terechtgekomen. Ja, en we vliegen natuurlijk altijd via Schiphol. En om de laatste nieuwtjes bij te houden. En hoe de vorderingen zijn. Er verandert altijd wel wat op Schiphol. Dus dat is wel interessant om erbij te houden. Nou, we hadden natuurlijk niet alleen het spandoek en de bos bloemen. We hadden natuurlijk ook een bonnetje voor u. Ja, leuk. Van Plaza. Dankjewel. Hartstikke leuk. Dankjewel. Dat is leuk. Als de eerste en beste keer dat ik op vakantie ga, dan kan ik eens eventjes wat lekkers, wat leuks uitzoeken. Hartstikke mooi. Ja.